Weer. Ja, ik heb weer een muziekvideo gevonden. Sia van is echt goed bezig, man. Best een moeilijk onderwerp voor een toneelstuk misschien. Hindoestaanse migratie. Maar daar hebben deze leerlingen iets slims op bedacht. Ja, het is een klas waar we zitten. We hebben een juf. En een van het meisje is half moslim en Hindoestaan. Dus wij laten haar begrijpen hoe het Hindoestaans geloof is. We laten allemaal brieven lezen dat we gevonden hebben. En filmpjes dat ze ziet hoe het vroeger was. In hun toneelstuk spelen zij zichzelf. Kinderen met Hindoestaans-Surinaamse voorouders. Ze laten hun klasgenoot dansjes zien en liedjes horen van vroeger uit Suriname. Zo leert zij hun cultuur beter kennen. Met hun toneelstuk laten leerlingen ook zien dat het leven in Suriname, ook na de tijd van de slavernij, voor veel mensen nog steeds slecht was. Ik vond het zelf heel erg zielig, de rest ook. En ja, ze werden gewoon echt mishandeld. En als ze iets verkeerds hadden of een dagje misten, werden ze geslagen. Suriname was één van de landen waar Nederland heel lang de baas speelde. Op bijvoorbeeld suikerrietplantages werden tot slaafgemaakte mensen gedwongen om heel hard te werken. Plantagehouders zagen hen als hun bezit. De tot slaafgemaakten werden mishandeld en veel van hen kwamen om het leven. In 1873 kwam er pas een einde aan de slavernij in Suriname, 150 jaar geleden. En toen waren er voor de plantages veel nieuwe arbeiders nodig. Die kwamen uit India. Met schepen voeren ongeveer 30.000 mensen naar Suriname. Ze hoopten er op een betere toekomst. Ze gingen er werken als contractarbeider. Dat betekent dat ze er voor minimaal 5 jaar moesten werken. Ook stond er in het contract dat ze geld zouden verdienen met hun werk. Dit is de grote heldin voor de kinderen in het toneelstuk. Tetari. Zij was dus de held van iedereen. Ze werkte op, met vrouwen en mannen op de plantages. Ze werden niet goed behandeld en ze werden niet goed uitbetaald. Dus zij kwam op voor iedereen. Dus daarom is zij nu de held. De voorouders van deze kinderen waren dus, net als Tetari, contractarbeider in Suriname. Een grote groep van hen kwam later in Nederland wonen. Daardoor wonen er hier nu ongeveer 160.000 Hindoestanen. En die vinden het herdenken van die tijd dus heel belangrijk. Het is wel belangrijk waarom de weten mensen ook uit andere geloven hoe het vroeger was voor Hindoestanen. Mensen zijn gewoon leven, niet om te mishandelen of te slaan en zo. Mensen mogen nooit meer zo slecht worden behandeld, vinden de kinderen. En dat willen ze laten horen met een toneelstuk. Net als Tetari. Wij zijn Tetari!